om het ambt van minister van Buitenlandse Zaken niet te belasten, zie ik geen andere optie dan vandaag mijn ontslag aan te bieden aan Zijne Majesteit de Koning. Ik doe dat met spijt in maat. Maar in de volle overtuiging dat Nederland een minister van Buitenlandse Zaken verdient, die boven elke twijfel verheven is. Ja. Hij is emotioneel daar. Wat voelde jij? Enorme emotie. Ja? Daarom, het was heel... Ja, ook tranen. En Khadija Sharif, de voorzitter, die zei, laat maar even 5 minuten schorsen. We hebben zo verschrikkelijk veel meegemaakt. En ik weet hoe hij genoot van die functie. Hij zei, 2 dagen later spraken we elkaar weer. Hij zei, ik was als een vis in het water. En ineens komt er een hele grote haak. En die trekt met water uit. Begrijp ik. Maar die tranen, ik zag ze daar niet. Even een hand voor het gezicht, maar geen tranen. Niet op dat moment daar in de kamer, toch? Dat weet ik. Nee, ik geloof niet dat het echt waterlanders biggelden. We hadden wel 's morgens bij hem op de kamer gezeten. Hij had gebeld, ik stap op. Ben ik naar hem toegelopen in Den Haag. Hij zit 10 minuutjes wandelen van mij vandaan. Mm-hmm. Deur dicht gedaan. En toen hebben we samen even zitten terugkijken op 5 bizarre jaren. En toen vloeide er wel tranen. Ja, toen wel. Ja. Nou, ik vraag het ook omdat ik zie die hand voor dat gezicht. Daarna komt er een debat. De oppositie zegt, we kunnen het ook morgen doen of overmorgen. Misschien om de boel nog een beetje te verlengen. Tuurlijk. Maar jij zei, nee, we doen het nu gelijk. Ja. En dan sta je daar ook 's avonds en dan denk ik, hij staat gewoon bedrijfsongevalletje nummer 6 of 7 staat hij af te wikkelen. Nee, dat is het niet. Maar het is wel op dat moment bijna afleiding dat ik dat debat kon voeren. Afleiding? Ja, daarna... Want dan ga je in een modus die je gewend bent. Ja, die Kamer, de oppositie begrijp ik. Hè. Die dacht, we nemen nog een paar dagen langer. Dan gaan de kranten weer voorbeschouwen op het debat. En dat is dan schadelijk voor Rutte of voor de VVD. Dus... En jullie dachten, laten we het zo snel mogelijk uitleggen. Nee, we willen die middag hebben. Maar tegelijkertijd, het gekke van zo'n debat is dat het dan ook weer een soort van ontspanning is. Omdat ik dan mijn vak sta uit te oefenen. Maar toen het klaar was, dan komt... Ontspanning. Aan het eind van het debat hebben 43 Kamerleden, bijna 1/3 van de Tweede Kamer, hebben een motie van wantrouwen gesteund tegen de minister-president. Dat is toch geen ontspanning? Dat is verschrikkelijk voor je geloofwaardigheid. Zeker. Dat is allemaal belangrijk. Maar veel groter die dag voor mij was dat mijn maat, mijn vriend, Albert Zijlstra. Ik heb het tegen veel journalisten de afloop gezegd. Het was een hele bijzondere verhouding. Want ik heb met niemand zoveel politieke ruzie gemaakt als met hem. Maar omdat we elkaar totaal vertrouwen en we wisten, we zullen elkaar nooit in de steek laten, konden we die ruzie maken. Daardoor konden we ook in het vorige kabinet met de Partij van de Arbeid, waar veel VVD'ers helemaal niet zo blij mee waren. Maar wat voor Nederland belangrijk was dat we deden, konden we de zaak overeind houden. En als je zo intensief werkt met elkaar, dan groeit er iets. Dat is onvermijdelijk. Dan ontstaat er een vriendschap.